dames en heren. Daar zijn we dan weer. En dat komt er goed en duidelijk in. Welkom in de historische herberg aan de Jansbeek. De plek waarin ieder met een groot hart voor de geschiedenis van de stad zich kan laven aan boeiende presentaties en woord in woord en beeld. Ik heb al meteen een rondzingen, dat was ook een traditie. Het is ook de plek waar je Arnhems erfgoed met eigen handen mag aanraken. En natuurlijk is de herberg ook de plek voor grove roddels en sensationele nieuwtjes. Maar zoals u wellicht weet, heeft de geschiedenis zo nu en dan lange tenen. En in de herberg hier willen we daar best wel eens een keer op gaan staan. Dat betekent vurige debatten en spraakmakende meningsverschillen. Zoals ik al zei, de herberg bestaat precies een jaar en het loopt goed en je merkt het aan alles. Hertog Karel heeft weer een hoofd. De ene na de andere prachtige uitgave over de plaatselijke geschiedenis verschijnt om je vingers bij af te likken. Dat bedoel ik natuurlijk Clement van Maasdijk. En het grootste monument van de stad, de Eusebius, wordt weer herkenbaar als kerktoren. Misschien heeft u het meegekregen dat het doek wat gespannen wordt om de toren heen. U voelt zich hier thuis en dat doet ons goed. En met ons bedoel ik Suzanne Haag, Onno Boonstra, Gerard Herbers, Wim Schennik, Jeroen Voskuilen, Jules Verheijen, Hans van Aalten en niet in het midden Jan de Vries. Ze zijn herkenbaar, Hans heeft zo'n plaatje, en een plaatje op de borst. Spreek ons gerust aan over onze drijfveren en vooral ook over wat anders of beter of wat u wilt. Het programma, u heeft het op papier voor u, maar ik zal het nog even met u doornemen. Straks de onuitputtelijke geschiedschrijving over de slag. Historicus Frank van Lunteren neemt u mee de bruggen op. Daarvoor een hopelijk vurig gesprek over de dag van de Arnhemse geschiedenis, kortweg dag op 23 oktober. Hij staat al zich voor te bereiden, raadslid Martin van Meurs. Hij had een idee, misschien wel een droom. Maar komt die droom ook uit? Dat gaan we vragen. En tussendoor natuurlijk de Arnhemse zeepkist. En u krijgt maximaal 2 minuten om uw verhaal te doen. En de muziek zal u het woord na 2 minuten zonder pardon ontnemen. Zorgt altijd wel weer voor verrassingen. Maar we beginnen met Arnhems erfgoed en scholieren van de basisschool. Arnhems erfgoed en scholieren van de basisschool. Een niet zo voor de hand liggende combinatie. Maar daar denkt Dorien Hartman net even anders over. Dames en heren, Dorien Hartman. Goedenavond allemaal. Ik ben Dorien Hartman. Ik werk bij Kunstbedrijf Arnhem als erfgoeddocent. Als enige erfgoeddocent daar. PowerPoint wordt even voorgezet. Wacht even. Komt-ie. Erfgoed in de klas. Erfgoed is niet echt een vak op de basisschool, maar het staat wel in de kerndoelen van het ministerie. Dus alle leerkrachten moeten daar iets mee. En dat vinden ze soms best wel lastig. En daarom ben ik soms op scholen om leerkrachten op weg te helpen en om erfgoed op een leuke manier in de klas neer te zetten. Vaak beginnen we met Arnhem zoals het nu is. Een plaatje van Google. Kinderen gaan meteen op zoek naar hun eigen school. Nou, heel veel scholen staan er niet op, alleen de scholen die de mazzel hebben dat ze in de binnenstad zitten. Even uitleggen, de Rijn, het centrum van de stad, Sonsbeek, Arnhem-Zuid hieronder allemaal. En dan gaan we langzaam terug naar vroeger, een kaart van Blauw uit 1650. Voor veel mensen heel bekend, voor heel veel kinderen niet. Maar dan blijkt dat er nog heel veel dingen herkenbaar zijn. Deze kaart neem ik vaak als uitgangspunt in mijn lessen. Het spreekt heel erg tot de verbeelding, omdat hij een kleur is, omdat alle huisjes er zo leuk op staan. De kerk staat erop. Je kan langs de stadsmuur met je vingers. Je kan de stadspoorten opzoeken. En kinderen gaan dan aan de slag met die kaart. En dan hebben we het over groep 3-4. Kinderen van 6-7 jaar. Die laat ik met deze kaart werken. En dan zie je hier een verwerking van een clubje kinderen die met z'n vieren aan deze tekeningen gewerkt hebben.
Er moet van mij, ze hoeven niet Arnhem per se te tekenen, maar er moet wel een stadsmuur om, er moet een gracht omheen lopen, er moeten stadspoorten te zien zijn, kerken, en ze mogen van mij geen auto's tekenen, geen streepjes op de weg, geen stoplichten, dus alles moet van vroeger zijn. Nou, daar zie je ergens een paard en wagen, veel kerken in de stad. Deze is door een iets oudere klas gemaakt. Dit is ook groepswerk, met z'n vieren zijn ze hier heel druk mee bezig. Deze kinderen hebben ook geprobeerd om huizen van bovenaf te tekenen. Best gelukt. Het is grappig dat je daar een soort haven ziet. Dus die zijn al helemaal heel actueel bezig. De verdedigingswerken vinden ze ook heel interessant. De jongetjes gaan dan meteen kanonnen optekenen. Dit is een tekening in kleur, die hebben ze later heel fanatiek ingekleurd. Dit is ook groep 3 en 4 samen. En ik herken er nog wel een stap in ieder geval met de verdedigingswerken. Nou, erfgoed is nog niet zo lang een tak binnen het kunstbedrijf. Het kunstbedrijf Arnhem is een samenwerking tussen het domein voor kunst en cultuur en de stichting Beleven. En wij doen sinds 2 jaar... doen wij themaprojecten voor de basisscholen. Erfgoed valt natuurlijk onder cultuureducatie. Veel mensen die denken, nou, cultuur en kunsteducatie is dans, muziek, literatuur. Maar erfgoed is natuurlijk ook onderdeel van onze cultuur. Dus daarom bieden wij het ook aan in een themaproject. Als een school een project kiest, krijgen ze 4 kunstvakken. En 1 daarvan is dan erfgoed. Het wordt door de hele school gegeven, dus de hele school gaat met een thema aan de gang. Bijvoorbeeld de middeleeuwen, of bijvoorbeeld over afval hebben we een project, of over de natuur. Wij proberen aan te sluiten bij vakken op school. Het eindigt altijd met een expositie of een voorstelling. Hieronder zie je kinderen op Rezenkaaf die een voorstelling geven over de middeleeuwen. Ouders komen dan kijken. En nou, na 6 weken is zo'n project afgerond. Even de cijfers. Wij bedienen jaarlijks 10.000 leerlingen. Wij komen op 55 scholen. Dat zijn bijna alle scholen in Arnhem. We zijn er ongeveer 70. Dus ongeveer 80%. Daar komen wij, doen wij projecten. Nou, 10.000 leerlingen is echt een gigantisch aantal. Als je dat, zeker als je dat vergelijkt met kunst bijvoorbeeld binnen het domein. Waar veel minder leerlingen en veel weinig cursisten zijn. Dus we hebben een heel groot bereik. Wij doen actieve projecten, maar kinderen kunnen natuurlijk ook met school naar het Openluchtmuseum of naar een voorstelling van Introdans of wat dan ook. Waarom erfgoed? Erfgoed is wat mij betreft veel toegankelijker dan puur geschiedenis. Ze beleven het vaak zelf. Je werkt met spullen. Ze kunnen dingen ontdekken en onderzoeken. Hier zijn ze bezig met eten uit de middeleeuwen. Daarboven zijn we op excursie in het Airborne Museum. Ze worden bewust van verschillen tussen toen en nu, maar ook over de buren en de wijken en hoe de maatschappij in elkaar zit. Eigen identiteit. We hebben het vaak over familie. We hebben het over soms over andere landen, hoe het daar gaat. Kinderen herkennen dingen, als je het over opa en oma hebt, of als ik een Delfts blauwe vaas meebreng, dan zeggen ze, hé, die staat ook bij de buurvrouw. Of als het over breien gaat, of over borduren, dan herkennen ze dat ook. De omgeving is natuurlijk een belangrijke rol. Je gaat in en om de school, je gaat met ze de stad in. En het is een kerndoel in het basisonderwijs. Nou, dat is natuurlijk niet waarom je het moet doen, maar het is wel handig als je in de school komt, om dat te zeggen. De praktijk. Nou, we hebben hier een schilderij Zicht op Arnhem, hangt in het Historisch Museum. Mooi plaatje, maar het wordt pas leuk voor kinderen als er een verhaal bij komt. Wij spelen een verhaal over een verdwenen jonkvrouw en die is gevlucht naar de stad. Die wil niet meer opgesloten in een kasteel en die gaat de stad in. Hier zie je de jonkvrouw en de marskramer. Ze ruilt een jurk en op die manier kan ze onopvallend de stad in. Dan komen we dus, op dat moment gaan we letterlijk de stad in en dan gaan we met die kaart aan de gang die je net hebt gezien. Hier zie je zo'n clubje heel fanatiek aan het werk.
met de huisjes en de muren. Bij de kleuters is er dan bijvoorbeeld, in de bouwhoek hangen dan plaatjes van kastelen. Dus met kleuters die kunnen ook lekker aan de gang. En hier zie je een groepje kinderen die hun eigen kasteel hebben gebouwd. Die zitten al, zijn de kleutertijd al voorbij. Die spelen eigenlijk nooit meer met blokken, want dat doe je niet als je in groep 3-4 zit. Maar bij erfgoed mag je dan ineens een kasteel bouwen. Yo, weer terug naar de bouwhoek. Vinden ze helemaal te gek. De hertog van Gelre speelt een rol in het verhaal. Nou, wij kennen hem zo. De schilderij hangt ook in het historisch museum. Maar de kinderen gaan verkleed als hertog en dan is het in één keer iemand. En als ik ze dan meeneem in de stad, dan ligt hij daar ook nog eens een keer. Dus dan hebben ze hem al 3 keer voorbij zien komen. Dan lopen we ook nog langs het beeld op de Jansplaat. En dan denken ze van, hé, daar heb je hem alweer. Hier zien ze kijken bij het graf en dan zegt zo'n jongetje van, juf, is die van plastic? Nee, die is niet van plastic. Vooral die helm die lijkt inderdaad echt van plastic. En ze vinden het ook wel een beetje griezelig van, ligt die er dan nog echt in en zo. Het wapen van Arnhem ook altijd interessant. Niet zo heel bekend bij de kinderen, die wel. Dus dat is dan meteen, oh ja, dat wapen is gewoon van Vitesse. Nee. Het wapen is niet van Vitesse, dat is van Arnhem, maar Vitesse heeft er wit van gemaakt. En de kleuren van Arnhem zijn niet geel-zwart, maar blauw-wit. En dat weten ze dan vanaf nu. We doen ook iets met oude beroepen. Ik heb hier een plaatje van de bakker, de looier, de munter en de wever. En die gaan we dan eerst bespreken en nog een heleboel andere beroepen. En dan gaan ze die uitbeelden, moeten ze raden welk beroep er uitgebeeld wordt. En dat doe ik omdat ik wil naar de Bakkerstraat, de Looijstraat, de Munterstraat en de Weverstraat. Want als we dan straks de stad ingaan, dit is trouwens de Kerkstraat, maar als ze dan het bordje Bakkerstraat zien, dan springen ze op van enthousiasme, want dat is de Bakkerstraat en die hebben we in de klas gehad.